twee weken tot het Songfestival wordt het beeld alsmaar somberder. We hadden er eigenlijk toch best goede hoop op, hè? Onze inzending, jonge talenten, Mia Nicolai en Dion Cooper. Maar met nog precies twee weken tot die eerste halve finale kalft dat vertrouwen meer en meer af. De bookmakers die voorspellen nu namelijk een uitschakeling, zo meldt het AD. De eerste valse noten in Madrid die hadden op die wedkantoren nog weinig invloed. Toen stegen ze zelfs nog even door naar plekje 14. Maar toen kwam dit veelbesproken optreden. I'm sorry, just human. Don't know what I've been looking for. En nu is ons duo op plek 20 terug te vinden. Nog zorgelijker, bij de eerste halve finale zetten die wetkantoren ze op een 11e plek. En dat zou dus betekenen dat we buiten de top 10 vallen die nodig is voor een finale plek. Alle hens aan dek dus bij Songfestival Minnend Nederland. Gember thee, zangles, meer backing vocals of hopen op een klein wondertje in Liverpool. Ja, zodat we ze in ieder geval dan toch nog in die finale wel nog terug gaan zien. In die finale staan overigens wel automatisch de Duitsers. Niet schrikken, kijkt u even naar deze inzending. Misschien geeft dat een beetje hoop. Nou, we zijn wakker hier hoor. Niet schrikken, zegt hij ook nog even vooraf. Heeft u nog een beetje vertrouwen in dat wij door die halve finale door kunnen stomen nog naar de finale? Als ik de geluiden hoor, dan niet zo. Maar, de geluiden hoor, ja, letterlijk ook. Ja. Maar ja, het is wel treurig voor al die mensen die altijd uitzien naar dit grote muziekfeest. En voor de mensen zelf is het natuurlijk ook niet hoe ze gehoopt hadden dat ze het zouden gaan doen. Dus laten we toch nog hopen op dat wondertje. Ja, hoop op een wonder, Tessa. Jij kan goed zingen, hè? Nou, een beetje. Ja. Maar wel iets. Nou, nee. Wel beter. Zeg het maar, beter. Ooit een keertje auditie doen, leuk.